Goeiedag en welkom bij een speciale editie van Q-Time, namelijk de Suripop editie. U weet het, er zijn 12 finalisten, 12 finale composities die op 3 december in de Anthony Nesty Sporthal op weg strijden naar de felbegeerde Jules Chenefond trofee. En we doen in deze serie een gesprekje met elke componist die op die avond zal meedoen met hun nummer. Vandaag mijn gast is mevrouw Jennifer Naarden. Mevrouw Naarden, alvast gefeliciteerd. Mag Jennifer zeggen, neem ik aan? Jawel. Ja, oké. Okay. Uma Prani Yurutu is een naam van jouw compositie. Ja. Het is een hele sterke titel. De clips zijn al uit, dus ik mag aannemen dat de mensen de clip ook al hebben gezien. Dus dat stukje gaan we overslaan. Ja. Eigenlijk is de boodschap is in niet mis te verstaande woorden het versterken van vrouwen. Ja. Heb je ooit zelf in een positie gevoeld waarin je het toch wel nodig vond dat vrouwen empowered moesten worden door zoals in dit nummer gebeurt? Ja, toch vaker. Ja. Vaker heb ik het gehad dat ik bij wijze van er is ruzie en ik sta ertussen en dan ben ik degene die de rust kan brengen. Oh, dat is echt okay. Echt zoiets van ja, als vrouw dan ga je praten. Ja. En het gebeurt wel dat je dan de rust erbij krijgt. Ik had nooit in zo'n situatie me voorgesteld, maar ik vind dat inderdaad wel een opmerkelijk voorbeeld. Maar als je bijvoorbeeld zegt Prani Yurutu, als ik luister naar de letterlijke betekenis van de titel, dan heb ik het gevoel dat er inderdaad gesproken wordt over kinderen. Bijvoorbeeld, want het is een manier om inderdaad zeg maar je stempel te drukken. Ja. Dat is één. En ook in die clip wordt het ondersteund dat een kind wordt afgewezen. Of de komst van een kindje wordt afgewezen. Dat is één. En eigenlijk meer je stempel drukken en je stem laten horen. Ja, ja dus er zijn waar. Verschillende manieren om het te benadrukken. Interpreteren. Ja, okay. De zangeres die je hebt uitgekozen voor dit nummer is iemand die niet in Suriname woont, hè? Nee, dat is Samora. Ja. Mm-hmm. Ze maakt furoren in het buitenland. Ja. Maar wegens omstandigheden kan ze er niet bij zijn. Oké, dat is wel heel erg jammer. Ja. Ja. Oké, maar wat gebeurt er in zo'n geval als Samora niet zelf kan komen? Samora heeft zelf voor een vervangster gezorgd. Oh! Ja. Oké. Okay. Ze is niet hier en, ja. Boy, die kracht van die vrouw gaat zijn. Echt wel. Echt wel, ja. Oké, want meestal is het zo dat je als componist op zoek gaat naar een zangeres. Of dat de arrangeur of de musical director helpt met dat traject. Maar deze keer heb je dat dus zelf gedaan. Ja, het is helemaal zelf gegaan. Ja. En ik ben tevreden met mijn nieuwe zangeres. Ja. Ja. Oké, maar ik kan me wel voorstellen dat het een beetje pijn doet, hè? Dat Samora er niet kan zijn. Want Samora is ook familie, toch? Ja, ze is mijn nichtje. Ja, okay. En het doet me vreselijk pijn dat ze er niet bij kan zijn, omdat we hebben samen gewerkt aan het nummer. Ja. Dus het doet me toch wel wat. Ja, ik kan me ook herinneren, een van de gesprekken die er eerder geweest zijn, is dat je had verteld dat eigenlijk op haar aandringen jullie inzending hebt gedaan. Dat is waar, want toen ze jonger was, woonde ze bij mij. Oh, oké. En ik weet dat ik er ooit eens had gezegd van, ooit eens ga ik meedoen aan Suripop. Ja. Dus een paar jaartjes terug belde ze me en ze zei me van, hey Jen, wil je nog meedoen aan Suripop? Schrijf een nummer, dan kan ik het voor je zingen. Ja. Okay. Dus aan de hand daarvan ben ik dan bepaalde dingen nagegaan. Dacht van wat voor onderwerp moet het zijn. Yeah. En toen kwam het op dat van de vrouw. Yeah. Mm-hmm. Er werd zoveel onrecht aangedaan aan de vrouw. Dus ik dacht van ik schreef een nummer met betrekking daarop. Mm-hmm. Oké, okay. Dus een beetje all in the family. Ja, zeker. Ja, okay. Maar wel, je bent wel een Suripop fan. Want, ik ben echt een Suripop fan, want ik volg alles van ze. Ja. Alles, ja. Oké. Okay. Hoe voelde je toen je hoorde dat jij met jouw nummer in de finale was beland? Om eerlijk te zijn, ik heb gegild van blijdschap. Echt, ik riep mijn jongens bij elkaar van, hey, ik ben in de finale. Ja. En het voelde gewoon goed aan. Ja. Oké, okay. Vertel eens een beetje over het traject dat vanaf dat moment, want corona zat er ook nog tussen natuurlijk. Ja, nadat ik heb gehoord dat ik in de finale was, heb ik dan contact opgenomen met Samora. We zijn zo begonnen om dat lied dan te performen, mm-hmm. kijken wat er hier en daar bij moest. Ja. En ze is het jaar daarop gekomen, gelukkig voor corona. Okay. En we hebben die clip dan geschoten. Oh, oké, okay, toen al? Ja, toen al. Mooi, we waren wel bij de pinken. Ja, we waren echt op tijd. We moesten nog maar 2 dames filmen toen we dan die corona hadden. Ja. Maar dat alles is heel snel gegaan.
Ongelooflijk, dus eigenlijk was die clip al In 2019 was het al klaar. Ja. En ik had zoiets van, ik doe niks meer eraan, ik laat het precies zo. Want anders ga je andere dingen gaan bijzetten. Zien en vinden. Precies, en dat wilde ik niet. Ik wilde het gewoon zo origineel mogelijk. En Samora was toen voor 3 weken in Suriname. Ja, dus we hebben het toen hebben jullie die clip geschoten al. Dus dat was een... Want de inschrijving is geweest in 2019. Ja. In oktober ben je gebeld geworden dat je in de finale was. En in dat jaar heb je toen nog die clip geschoten? Nee, in 2020, februari 2020. Oh, net voor corona. Ja, net voor corona. Ongelooflijk. Ja. En, maar je hebt, dus ik vind het echt, want de meeste mensen zeggen nadenken. Oké, dit wil veranderen, dit wil verbeteren, dit wil anders. Dit wil... Ik heb gelijk contact gemaakt met de juiste mensen. Die hebben me gezegd wat ik allemaal moest doen. Ja. En het is van daaruit als in een stroomversnelling waren we op dat moment. Ongelooflijk. Maar ja, want we moesten binnen 3 weken alles hebben gedaan. Want 3 weken was ze er en dan moest ze weer weg, want ze zat tussen de shows. Ja, klopt. Dus, omdat ze optreden. Ja, natuurlijk. Voor haar optreden. Ja. Oké, maar je hebt ook een arrangeur die eigenlijk niet bekend zijn in Suriname. Res Stoudeman en Ludovic Haurau. Neem aan dat connecties zijn van zijn, je nichtje? Ja, zijn haar muzikale directors in Zwitserland. Ja. Ja. In Zwitserland? In Zwitserland, Oké, maar hoe breng je dus een soort van Sranafiri die je toch een beetje je nummer wil hebben, in het Surinaams, want Uma Prani Urutu. Ja. Ik ben wel heel benieuwd. Hoe dat om eerlijk te zeggen, het was heel komisch, want Res die belde me en hij zong dan een stukje van het nummer. En ik zei van, En hij belde me dan weer na een paar uurtjes van, ik heb een andere versie. Ja. En ik zei hem niet, ik moet het niet, dat is het niet. Ja. Maar hij probeerde wel in het Surinaams te zingen. Migado. Dus totdat Samora het dan heeft overgenomen. En ze heeft dan die melodieën voor me gestuurd. Ik moest daar eentje uitkiezen. Ik heb 1 uitgekozen. Ja. En ze heeft het nummer gezongen. Ja. Dus op zo'n manier is het daar gegaan. Want hoe doe je dat een keer? Als je het in het Surinaams zingt, dan is het toch een beetje Surinaamse vrouw die je wil aanspreken. Precies. En dat moet wel klinken. Ja. Maar Res en Ludovic. Ja. Mooi. Zijn ze ooit in Suriname geweest? Nee, nooit. Ze zouden eventueel met Samora meekomen. Ja. Maar nu dus kan het nu even niet. Oké, jammer. Nou, ja, het kan nog. Jammer. Het duurt nog eventjes. We hebben nog een paar weken voor de show. Ja, het kan zijn dat ze het nog redt. Ik hoop het natuurlijk. Maar zijn dit professionele arrangeurs? Ja, ze zijn heel professioneel. Ja. Oké. Want ze hebben hun eigen band in Zwitserland. Ja, ze treden samen op met Samora. Oké, op die manier. Dus, het is toch wel bijzonder hoe je nummer, zeg maar... In elkaar is elkaar, komen. Ja, de eerste 3 weken direct al je clip. Ja. Je arrangeurs uit het buitenland. En nu toch ook weer je zangeres die niet kan komen. Je andere zangeres is dus door je nichtje zelf uitgezocht. Hoe voelt dat? Dat iemand anders nu je nummer moet? Heb je er een ander gevoel bij? Ja, toch wel. Ja. Het echte gevoel zit er niet echt in. Omdat ik... Ja, we hadden zoveel plannen, hè. Ja. Ik had echt veel plannen met Samora. En van het een op het andere moment kan het niet meer. Ja. Maar ja, ik ben toch tevreden met deze zangeres. Ze is heel lief. Ja. En ze vraagt me ook steeds van, wat moet ik doen? Moet ik het zo doen? Weet je, dus ze is wel goed. Ja, want ze is wel jong, maar ze is goed. Want wat mensen dus gaan horen, is eigenlijk niet dezelfde stem die ze horen op de CD of de clip. Ja. Dus ze gaan een andere stem horen. Ja. En uiteindelijk, kijk, dat is wel eigenlijk het mooie van zo'n competitie, is dat het toch om de compositie gaat. Ja. En de zangeres eigenlijk de vertolker is. Ja. En het niet, zeg maar, haar nummer is. Dus Ja, okay. Ik vraag me af als het ooit eerder is voorgekomen dat er een andere zanger dan op de geluidsdrager voorkomt. Aangezien jij Suripop volgt, misschien kan jij me vertellen, want ik weet het niet. Ik zou onze lopende bibliotheek Henk van Vliet moeten vragen. Ja. Ik denk wel dat het 1 keer is gebeurd. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, dus maar heb je toch wel een beetje het gevoel dat het misschien de jury ook op een andere manier kan beïnvloeden? Ik hoop het niet. Ik hoop dat ze er gewoon positieve reacties geven. Kijk, uiteindelijk moet de compositie beoordeeld worden. Maar hoe je het verkeerd, de performance van de avond die speelt ook mee. Omdat er op gezocht wordt naar het meest populaire lied. Ja, dat is waar. Okay. Maar goed, luister, je hebt een mijlpaal bereikt. Je bent in de finale. Een nummer gaat worden gepresenteerd op 3 december. Ja. Wat ga jij verder doen met jouw talent na...
deze Suripop-ronde? Ik heb het nogal druk. Ja. Maar Samora heeft me wel gevraagd om een ander nummer te schrijven. Ja. Om dan weer in te dienen. Voor de volgende keer. Maar ik zei ervan, we bekeken het even. Oké. Okay. Ik heb nog geen groen licht gegeven, want ik heb ook andere bezigheden. Ja. Maar ik vind het toch wel spannend. Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, 2023 is de inschrijving weer open. Oké. Okay. Dus houd in de gaten. Dat zal ik doen. Hoe ga jij je voorbereiden naar 3 december toe? Heb je een mooie jurk? Wat zijn je plannen? Hoe ga je er allemaal mee om? Mijn jurk heb ik al. Is wel spannend. Ja, ik heb alles al voor de avond. Ja. Ik moet alleen maar nog iemand hebben voor mijn make-up voor de avond. Natuurlijk. Maar verder heb ik mijn kleding is al ready. Heb ik van iemand anders gehad. Ja, ik ben zo voorbereid. Ik ben helemaal niet verbaasd dat je alles al kan en kruiken hebt. Ja, we hebben alles voorbereid. Ik heb mijn jongens ook gezegd van jullie komen mee. Ja. Tuurlijk. Hoeveel jongens zijn het er? 2. 2. Oké, natuurlijk. Ja. Okay. Dus we zijn bezig nu met de voorbereiding naar de show toe. Maar wat de kleding en zo betreft, bij mij is alles al alles ready. Ja. Oké, okay. Jongens strak in het pak. Yes. En dan gaan we met vol spanning op 3 december in Nis zitten. Zeker weten. Okay. Jennifer, heel erg veel succes met je nummer Uma Prani Yurutu. Dank je. Heel erg sterk nummer in een ode aan de Surinaamse vrouw. Ja. Om zich voor mannen en daadwerkelijk haar stempel te laten horen, omdat dat mag. Ja, zeker. Ja, oké. Okay. Dank je. Goed, succes ermee en geniet van elk moment, zou ik zeggen. Yes, thank you. Ja? Oké. Okay. Yes. Dat was het gesprek met Jennifer Naden van het nummer Uma Prani Yurutu. Haar zangeres, Samora Subrayan, die op de geluidsdrager het nummer vertolkt, zal helaas er niet bij kunnen zijn. Maar er is ondertussen een andere zangeres gevonden voor het nummer, die op de planken zal staan in Nis om het nummer Uma Prani Yurutu te vertolken. Hopelijk bent u er ook bij op 3 december in de Entry Nessie Sporthal. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.